Sommigen vinden dat niet zo goed. Ja, ik wel. Ik herinner mij Karel de Caluwe, die gouverneur van West-Vlaanderen wordt, die een afscheidsspeech gaf in het Vlaams parlement. En die zei van tegen zijn collega's, let goed op voor Villa Politica, want dat is de touw om uw nek. En hij gebruikte daarbij de woorden die Paul van Grembergen voor hem al had uitgesproken. Etienne Schoep is er nog eens op teruggekomen en heeft gezegd van, we weten niet waar we mee bezig zijn. We laten die journalisten zomaar binnen overal en vragen stellen en we moeten dat eigenlijk niet doen. We moeten voor een dieper debat gaan. Ja, u bent voor een stuk mee verantwoordelijk voor die evolutie. Ik heb dat mee vormgegeven en dat is absoluut mijn verantwoordelijkheid die ik in deze ten volle draag en met grote fierheid draag. Wij zijn een stap vooruit gezet en trouwens, je moet niet doen alsof. Dus ik zeg altijd, dat zijn mensen die voor de vorm over de inhoud spreken. Dat is eigenlijk wat die aan het doen zijn. Alsof er diepgaande debatten wat. Ofwel doe je dat in commissie en sluit je dat en ga je echt met elkaar praten zonder dat er iemand... Die mogelijkheid bestaat. Je verandert het reglement, alle commissiegesprekken zijn à fond, want ik kan u verzekeren, in de werkelijkheid is dat niet zo. Er zijn geen af en toe, ja, maar meestal niet. Dus die inhoud ontbreekt. En dus, ja, transparantie, de deuren openzetten, dat zijn de woorden van de late 20e en 21e eeuw. En men moet zich geen illusies maken, men moet daar ook niet over leuteren. There is no way back. Terug naar vroeger, dat kan niet. Trouwens, toen ik nog bij de VRT was, dan heb ik bijvoorbeeld, ik gaf les in Nederland van hoe je met politiek omgaat enzovoort. En ik heb in heel veel Europese landen uitgelegd hoe wij bij de VRT het aanpakten. Kijk eens, je kan de parlementsdebatten rechtstreeks uitzenden en dat kan voor bepaalde zenders, kan dat inderdaad iets zijn wat je doet. Maar voor een massamedium wat je met overheidsgeld laat lopen tussen haakjes, ja, moet het maken dat je voldoende kijkers hebt. Een trein zonder passagiers, die wordt afgeschaft. Zo simpel is dat. En dus, ja, wat hebben wij toen gedaan? Gezegd, ja, sorry, de parlementsdebatten op zich zijn echt niet goed genoeg om zomaar rechtstreeks op de televisie te worden uitgezonden. Je ziet dat trouwens, er bestaan publieke kanalen met alleen maar dat, marcheert niet. Dus, we moeten daar iets aan toevoegen, toegevoegde waarde creëren. In termen van verschillende locaties, in termen van toegevoegde waarde inhoudelijk via interviews enzovoort. En dat is wat wij gedaan hebben. En ja, Villa Politica is ondertussen bijna geen programma meer, maar een instituut. Hè? Ja, dus jullie vinden niet, of jij vindt niet dat medium op dat moment een te actieve en dringende rol speelt? Nee, elk medium heeft dezelfde rol en het wordt tijd dat men in Vlaanderen is ook theoretisch over dat soort dingen begint na te denken. Elk medium heeft als onvermijdelijk gevolg vergroting. Dus je zet daar de toeter op, schijnwerper op en het wordt erger, dikker, groter, alles. Dat is vergroting. Er is maar één oplossing voor, namelijk het medium sluiten. Toe, dicht. Ja, en dat gaan we niet doen, neem ik aan. Ja. Want dat is strijdig met democratische beginselen. Kijk eens, het gaat in feite over hoe was onze democratie? Was onze democratie 20, 25 jaar geleden beter? Ik geloof er niets van. Niets van. Welke raad geef jij aan jouw backbenchers die komen vragen van Siegfried, wat moet ik eigenlijk doen om in de media te geraken? Ja, je verstand gebruiken. En sommigen zijn daar gewoon ook niet voor geschikt, hè? Maar dat betekent niet dat je waardeloos bent in de politiek, dan moet je iets anders doen. Het is nu eenmaal zo dat je op sommige momenten de wereld moet kunnen samenvatten in 12 seconden. Ja. Ja? En, of zelfs minder. 8 seconden voor GTM? Of, ja, ik weet niet wat ik heb het niet meer bijgehouden, maar het is kort. Wel, dat is een onderdeel van je vak. Dat is een bekwaamheid die je moet hebben. Ik moet niet 100 meter kunnen lopen in 15 seconden. Dat vraagt van mij niemand, maar ik moet wel treffelijk, verstaanbaar kunnen antwoorden op een vraag van een journalist. En ik weet dat het loopt in zoveel, dus. Maar in de regel heb je voor krachtige politieke boodschappen waar een verhaal achter zit, kan je het ook met veel minder doen. Ik geef altijd hetzelfde voorbeeld. Toen de socialisten nog een verhaal hadden, toen hadden ze ook in Gent één slogan. De werkmeis moeten nu buustigen kunnen eten. Dat was duidelijk. Wel, dat gaat na, hè, 3 seconden. Ja. Oké. Okay. Andere duidelijke boodschap, die ook een beetje hetzelfde verhaal kadert. Daklozen moeten niet buiten slapen als het min 10 graden vriest. Ja. Magie de Blok, ja, media inzet geworden tot veel ergernis en tot veel, ja, veel andere emoties aanleiding gegeven. Ja, ik voel me daar niet goed bij. Ik ben een tegenstrever van Magie de Blok, want zij behoort tot de meerderheid en ik tot de oppositie.
Maar ik voel een spontane neiging om het eigenlijk voor haar op te nemen, want ik vind dat ze ook op een manier geslacht is die niet proper is. Als een krantenkop zie met iedereen had iets zien aankomen en daaronder staat dan, behalve Margriet Klop, dan stijger ik. Ten eerste, dat is veel te veel steekvlam. Vanzelfsprekend, als er een probleem is, moet het opgelost worden en mensen die in de kou moeten, dat is een probleem. Maar tussen haakjes, dat probleem is niet opgelost één keer boven het vriespunt. En twee, je moet natuurlijk ook wel eens kijken hoe dat komt dat die mensen hier zitten. Wij zijn het topland in zaken migratie. Wij regulariseren als topland van Europa. Het is the place to be voor al die mensen. Sukkelaars of avonturiers, het maakt niet uit, maar ze zijn er. Wel, om te beginnen moet je de kraan. Het is perfect te vergelijken met een overstroming. Hè. Als er ergens iets overstroomt, natuurlijk gaan die mensen uit hun huis halen en een bootje steken en naar een turnzaal brengen waar ze voorlopig kunnen slapen enzovoort enzovoort. Maar dan moet je, als het probleem opgelost is, toch wel eens, en dat kon hier al jaren geleden zijn gebeurd. Je moet je afvragen hoe het komt dat er overstroomd is. Ah ja, want er is misschien echt iets fundamenteel fout. Wel, met asiel en migratie geldt hetzelfde. Wat is er fundamenteel fout? Helaas, helaas meneer Verduin, is ook dat alweer, and I hate to say, zoals ik in goed Nederlands kan zeggen, ook dat is alweer een communautair probleem. Want wat blijkt, ten gronde, dat Franstaligen in meerderheid daar echt anders over denken dan Vlamingen in meerderheid. En dus in meerderheid betekent over partijen heen. Maar natuurlijk, ja, zolang je denkt dat je om het land te redden de Franstaligen ter wille moet zijn, dan ga je dat probleem natuurlijk nooit oplossen. En ze zijn snel, ze zijn goed bovendien. De PS, Yvan Mayer op kop, onmiddellijk de aanval inzetten op de VLD. Onmiddellijk op Margriet de Blok. Ik denk zelfs dat het probleem van Margriet de Blok eerst door een aantal mensen georganiseerd is, net om die partij op dat punt te kunnen pakken en aan te malen tot zeer, wat zij dan noemen, redelijke inzichten. Met andere woorden, laat de migratiekraan maar openstaan. Yvan Mayer, die de voorzitter is van het OCMW. Juist, en die dus goed geplaatst is. Maar die fundamenteel daar anders over denkt. Dat is een soort van, ja, milde opstelling ten opzichte van de wereld. Op voorwaarde natuurlijk dat de rekening door anderen wordt betaald. Want dat is ook het Belgische systeem. Ja. Maar natuurlijk ook met een verkiezingsweerslag. Want er zijn in Brussel nogal wat mensen van allochtone afkomst die hier moeten stemmen. Ja, maar pas op. Hè. Het gaat niet over allochtonen. Want, nee. Bedoel, dat is, dat is ook een van de dingen die mij stoort. Hoe alles op een hoopje wordt gesmeten. Hè. Dat is nu de regel geworden dat alles op een hoopje wordt gegooid. Dus niet alle allochtonen zijn vluchtelingen, asielzoekers enzovoort. Hè. Maar het is natuurlijk wel waar dat één keer geregulariseerd behoren die tot de core business. Hè. In Gent hebben we dat ook gehad, als ik even de link mag maken van het een naar het ander. In Gent was het lange tijd, als je van Turkse origine was, Turkse Gentenaar, dan was je sowieso een socialist. En het is bijvoorbeeld Feli Yüksel, alle eer zijn hem gebracht, die dat mechanisme heeft doorgeknipt. Ik vind dat eigenlijk heel goed. Want natuurlijk, die allochtonen, bijvoorbeeld Turkse Gentenaars, die zijn zo divers als alle andere Gentenaars. Er zijn er bij van de socialisten, maar er zijn er ook die van andere partijen. Laat duizenden bloemen bloeien, of hoe heet het? Dat ding van Mao. Zullen er veel voor de N-VA stemmen? Ik ben exact een week geleden naar de nieuwjaarsreceptie geweest van het Lucerna College, wat een heel interessant initiatief is, waar ze werken aan hun eigen elite, met heel gemotiveerd personeel, en echt een fantastisch project. En ik ben daar, ondanks mijn gebroken pootje, in feestelijke omstandigheden ontvangen. Ik heb met tientallen mensen van Turkse origine, Turkse Gentenaars, op foto's moeten staan enzovoort. Dus, ik bedoel, ze hebben niets tegen ons. Het enige wat we moeten doen is, er zijn natuurlijk een paar punten, als je dan begint te discussiëren. Als het bijvoorbeeld over Koerden gaat, wordt het moeilijk. Ik geef dat grif toe. Dat is moeilijk. Maar de deur staat in elk geval open. Ja, laten we eindigen met een ander groots project, de Belgische begroting. Ja. Niet onbelangrijk. Ja. Grote uitdagingen die nog voor ons liggen. Ja. We spreken er eigenlijk weinig over, hè, want we zijn nu met miljarden bezig om 0,5% te besparen, maar we moeten wel naar 0% gaan tegen 2015, dus dat zijn immense inspanningen. Er wordt gesproken over een btw-verhoging van 1%, die dan 1 miljard zal brengen. Lijkt u dat een goede zaak te zijn?
Wat mij opvalt in heel die begrotingsdiscussie, dat is eigenlijk hoe men het ene lapmiddel op het andere hanteert. Hè. Een indexprong, en ik wil daar niet per se nee tegen zeggen, maar het minste wat je kan zeggen natuurlijk, dat is dat het niet structureel is. Dat is één keer en dan ontstaat het probleem opnieuw. Dus dat is echt puur een lapmiddel in termen van begroting. De verhoging van de BTW natuurlijk, dat is meer van hetzelfde. Dat is gewoon een belastingbegroting maken. En dan zie je natuurlijk wat de bedoeling is. Waar wordt die belasting betaald? Wie betaalt die belasting? Dat is er zo wrang aan. Dat is namelijk dat de Vlaamse minderheidspartijen, diegenen die in de regering zitten, maar niet eens aan een Vlaamse meerderheid geraken, dat die zich laten lenen en laten misbruiken om systemen op te zetten waar heel bewust en heel gericht de Vlamingen worden mee gepakt. Ja, de maatregelen, de dienstenchecks, waar worden die gebruikt? De bedrijfswagens, waar rijden die? De kinderopvang voor mensen die gaan werken en de aftrek die je wil krijgen, waar is dat? En zo kun je dus een hele serie maatregelen doen, terwijl het systeem ten gronde overeind blijft. En dat is natuurlijk wat er totaal fout aan is. Dat is het organiseren van de eigen ondergang, wat men doet. Terwijl men heel goed weet wat het echte probleem is. We hebben bijvoorbeeld ook een loonkostprobleem. We moeten maken dat we effectief kunnen groeien. Het gebeurt niet. Dat zijn zo van die maatregelen. Ja, ze maken dan een begroting. Ze krijgen dan vanuit Europa de melding van ja, dat is eigenlijk, die cijfers zijn niet juist. Want bijvoorbeeld de goede effecten die reken je wel, maar de negatieve effecten heb je ervan tussen gelaten. Onmiddellijk wordt dan vooral met de PS op kop gezegd, ja, die mensen kunnen niet rekenen in Europa, wat denken ze wel? Natuurlijk, dat maakt weinig indruk in Europa, ze houden dan de voet. En dan bevriezen ze dan maar 1,3 miljard. Je kunt toch moeilijk zeggen dat dat echt beleid is. Is dat nu het beleid wat we verwacht worden te doen? Het doet mij denken aan die Economist, ik ben daar een lezer van, en toen ze het hadden over het Belgische begrotingsplan, de eerste zin was, in Belgium they do things differently. Dat is waar. Dat is absoluut waar. Wij doen het anders. Ja. We doen het eigenlijk slecht. Ja. We doen niet wat we doen ook niet wat Europa ons vraagt. Want natuurlijk moet je, en dan krijg je dus een soort van algemeen sfeertje, met natuurlijk economisten, gelijk welke stelling vind je wel economisten die dat verdedigen. Dus dat maakt weinig indruk. Hè. Maar Europa heeft een aantal maatregelen, en onder meer ook bijvoorbeeld groei. Dat zit er ook in. Europa zegt niet sparen, 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 totdat je er zelf van kapot gaat. Nee, ze zeggen ook groeien en investeren daarin. Maar meneer Verduin, het is evident natuurlijk dat je om te investeren, dat je het eerste wat je moet doen is maken dat je geld hebt om te investeren. Gezien onze staatsschuld wordt dat heel moeilijk, dus je gaat eerst moeten snoeien om te kunnen groeien. Maar dat groeien moet er effectief ook wel bij zijn. Ik zou kunnen zeggen, we kunnen een voorbeeld nemen aan Vlaanderen. Niet dat in Vlaanderen alles kits is in mijn ogen, helemaal niet. Maar budgetair is het natuurlijk wel, hè. Als de andere deelregeringen, hè, als die, of de andere regeringen van de deelstaten, als die eens gewoon het beleid zouden kopiëren, dus copy-paste wat in Vlaanderen gevoerd wordt, dat is een gigantische besparingsoperatie zijn. En dat is blijkbaar iets wat niet aan de orde is. Integendeel, vanuit de Vlaamse minderheidspartijen zeggen ze, Vlaanderen moet nog eens bijdragen. Maar die hebben al hun huiswerk gedaan, die hebben al gesnoeid om te kunnen groeien en die willen ook groeien. Wij moeten effectief investeren in onderwijs en ontwikkeling. Wij moeten in infrastructuur investeren. Nee, zeggen ze dan federaal, inleveren. Ja, dat is dan twee keer dezelfde. Ja, dat is eens te meer niet rechtvaardig. Ja. Laat ons eindigen waar we begonnen zijn, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Schaf de provincies af en je bespaart 1 miljard. Dat is ook al even goed als een btw-verhoging. Wat is het standpunt van uw partij? Oh, direct, meteen. Oké. Waar moet ik tekenen? Maar, wij kunnen, ieder met de Senaat, hè. Je moet eens kijken wat daar nu staat. De Senaat wordt niet afgeschaft, er komt een andere Senaat. Let op mijn woorden, echt een andere Senaat. Er zijn twee partijen die de Senaat echt willen afschaffen, dat is namelijk Groen en wij, N-VA. Al de rest fietst daaromheen, met de provincies hetzelfde. Ik herinner mij nog, toen ik journalist was, dat ik... Het stond in het programma van de VLD en het was op een van die burgercongressen dat men dat ging bespreken. En wat zag je gebeuren op het moment dat het punt van de provincies aan de orde was? Dan werden daar bussen binnengekapt met mensen die dan gewoon dat voorstel om de afschaffing te bepleiten van de provincies gewoon wegstemden, tout court. Want dat
Het betekent ook ambten, postjes, zoals dat gemeenlijk wordt genoemd. Macht, geld. U weet toch, men heeft... Ik heb in de Commissie Binnenlandse Zaken op 10 minuten tijd een voorstel erdoor gehad waarbij de uitgaven voor de politieke partijen bevroren zijn. Ja? Ondertussen zijn ze via de provincie weer binnengesmokkeld. Dat is natuurlijk gruwelijk. Men heeft dat eerder namelijk geregeld, dat via de provincies en het geld van de provincies, dat zijn sluismechanismen. En we hebben gewoon in Vlaanderen, in België, te veel bestuursniveaus. Trouwens, een van de volgende stappen is dat de steden, Gent bijvoorbeeld, uit de provincie zal stappen en de provincie zich alleen zal bezighouden met. Nu, zolang ze bestaan, moet je natuurlijk slim zijn en dat niveau zo handig mogelijk gebruiken, zo zuinig mogelijk gebruiken. Zullen wij ook in ons provincieprogramma bekendmaken hoe we het zien. Want een bovengemeentelijk verband is wel interessant, maar ook daar moet eens in gekuist worden. Want je hebt niet alleen de provincie, je hebt nog allerlei andere systemen waar die gemeenten in zitten. Dat is echt een boeltje, om een populair woord te gebruiken. Dat is echt niet goed. Dat is veel te veel en dat kost allemaal ongelooflijk veel geld. Je moet dat dus efficiënt maken. Maar uw partij is goed geplaatst, want heer Bourgeois is verantwoordelijk voor het binnenlands bestuur van de Vlaamse regering. Heer Bourgeois vertegenwoordigt de kleinste partij binnen de Vlaamse regering. Dat moet je niet doen alsof dat zijn unieke verantwoordelijkheid is. Heer Bourgeois moet reelen en dealen, zoals dat trouwens hoort in een regering met 3 partijen. Er is niets oneerbaars aan en die kan zo ver gaan als hij kan vergaan vanwege anderen. Maar ons partijprogramma is iets anders en je moet toch niet afrekenen. Vanuit dat partijprogramma probeert hij natuurlijk zo ver mogelijk te gaan. En onmiskenbaar is die interne staatshervorming in een document wat waarde heeft. Maar natuurlijk, als dat een puur N-VA-regering zou zijn, dan zou het document er wel helemaal anders uitzien. Dat kan ik u garanderen. Oké, we zullen zien hoe, in welke slagorde we naar die verkiezingen trekken. Bedankt voor uw analyse op dit moment. Graag gedaan.